lijkt me Bruce Lee. Daar komen ze eraan, hè. We zitten in de finale, diepe finale. Welsford die daar gebracht wordt in het treintje van DSM. Okoy heeft nog één man over. En Viviani, hetzelfde verhaal. Wie gaat deze sprint in Capelle winnen? We gaan de laatste 300 meter in. En dan komt de chicane en dan moet je al van voren zitten. Dus Welsford nu in een goede positie. En Viviani ook, maar dan komt Kooi er nog langs. Kooi met de Maresco in zijn wiel. En hier in de laatste 100 meter, dat is hij eigenlijk niet meer te kloppen. Of komt Maresco er nog langs? Kooi of Maresco, het wordt Olaf Kooi. In de eerste etappe in de ZLM Tour. Jumbo-Visma maakt het waar. Maar vooral Olaf Kooi maakt het waar. De man uit Numansdorp. En daar bleek maar weer eens hoe belangrijk dus de positie is in die laatste bocht. Ja, absoluut. En vooral hoe goed Olaf Kooi is. Hij heeft daar in de finale toch eigenlijk zijn eigen hachje moeten redden. Die laatste kilometers. We hebben elkaar nooit meer echt weten te vinden vanaf kilometer 4. Misschien kilometer 3. Altijd een beetje wringen. Zichzelf proberen te vinden in het peloton. En toch ook in het peloton zichzelf heel knap naar voren weten te loodsen. En op het laatst wordt hij dan toch voor Tim van Dijk nog weggezet. En dus... Hier de felicitaties ook van Tim van Dijken. Dus de leiderstrui ook voor Olaf Kooi. Weer net als in de Ronde van Hongarije hier de eerste etappe. Maresco die zat daar dan toch ineens ook goed geplaatst. Terwijl we Alpes die niet echt gezien hebben. En Viviani, ja, die finisht dan op plek 3. Dus toch de drie grote namen. Nou, buiten Welsford dan, die dan vierde lijkt te worden. Hier nog even van bovenaf, Bobby. Het is hier wringen en best wel chaotisch. Welsford, die daar in ieder geval zijn ploeggenoot op kop heeft. En dan Van Dijken, ja. Die Kooi naar de laatste bocht moet loodsen. Ja, en dan kiest daar Kooi gewoon zijn eigen moment. Hè. Gaat daar toch de snel mogelijk voorbij. Hij weet dat hij er voorbij moet, maar Retzko haakt in zijn wiel. En kan dan zo rechts, links. En dan is het op één lint. En dan is het alleen nog afwachten of Retzko nog dichtbij komt. En hij komt tot aan zijn bracket. Wel uit het wiel gekomen, maar geen enkele kans om er zit er nog naast te zetten. De Italiaan en dus wint Olaf Kooi. Dat is ook wel wat de organisatie gehoopt zal hebben. Hier de nabespreking met Van Emden. De routinier, de veteraan in deze ploeg. Maar de jongelingen hebben het ook waargemaakt. Toch een gemene finale hier met die bochtjes. En dan op de keitjes loopt het zelfs nog eventjes een beetje omhoog. Ja, maar Resco, je zegt het al, die wint alleen maar in China. Die was hij er toch verdacht dichtbij. Ja, en dan Viviani mee op het podium. Dat is een mooi podium waar je mee kunt beginnen, hoor. Kooi, Maresco, Viviani. En dat zal dan ook een beetje het beeld zijn wat we de komende dagen gaan zien. Normaal gesproken, al heeft deze ZLM Tour vooral een aantal instinkers, zou je kunnen zeggen. Want het ziet er op papier allemaal uit als 5 keer sprinten. Maar er staat veel wind. En morgen, dan gaan we... De provincie Zeeland is wat beter verkennen. Met start in Veren en finish in Goes. En dan, ja, jij zei het al even, dan kan de wind wel eens een hele grote rol gaan spelen.